SBS6. Welkom terug bij de Jubilee League. Met 15 punten uit 5 wedstrijden is Almere City de trotse koploper in de laatste periode. De play-offs lonken weer voor de ploeg uit Flevoland. Go Eagles wil graag de eerste ronde overslaan en is ook gediend bij een zege. Wie aan de goede kant van de score bleef, vertelt u Onno Hansen. Almere City won 5 wedstrijden op rij in de strijd om de vierde periode en is dus de trotse koploper. En dan gebeurt er vroeg in de wedstrijd dit. Ahanach houdt het overzicht en daar is Ricardo Kip. En die scoort al na 2 minuten 1-0 voor Almere City. En dan staan ze niet goed op te letten bij Go Ahead, want Kip staat hier al heel lang vrij. Wordt op maat bediend door Ahanach, tegenwoordig linksbuiten en succesvol voor de ploeg van Jack de Gier en Marco Hering. Allebei ex-Go Ahead Eagles dan. Deze vrije trap van Leon de Kogel. De Kogel, die kennen ze ook nog wel, want die speelde vorig seizoen voor Almere. Maar speelde toen lang niet alles, want hij was tweede spits achter ene Vincent Jansen. Die kennen we allemaal tegenwoordig. En dit is de volgende kans. Het schot van afstand van Enzio Boldewijn. Lekker begin meteen van deze wedstrijd. De vrije trap dan van Go Ahead, van Wolters. Wordt teruggekopt en Bart Vriends. Dat zou je niet verwachten van deze aanvoerder en centrale verdediger. Maar hij scoort bijna met een spectaculaire omhaal. Go Ahead wordt dan sterker en sterker in de eerste helft. Met Tije Tenden. Tenden is daar voorbij Van Buren en haalt daar nog een hoekschop uit. Van Buren net zijn voet ertussen. Go Ahead kreeg veel corners in de eerste helft. En die waren bijna allemaal gevaarlijk. Hier Etemadi die de bal wegwerkt. Maatsen pikt op. Brengt hem opnieuw voor. En daar een goede kopbal, zeg. Sandro Schenk. Prima binnengekopt bij de eerste paal. En dan kunnen de meegereisde fans uit Deventer in ieder geval een gelijkmaker vieren. Maatsen met de voorzet. Schenk in de korte hoek. Knappe goal. En Go Ahead, dat al 4 wedstrijden ongeslagen is. Weliswaar 3 keer gelijk speelde daarin. Put moet uit die treffer. Duits met een voorzet. Een bekeken voorzet. En bij de tweede paal Randy Wolters. En dan leidt Go Ahead. Ze proberen vijfde te blijven. Meer zit er niet in. 13 punten achter NAC Breda. Maar dit is de fase waarin Go Ahead de betere ploeg is. Sander Duits, oudspeler van toen het nog Omniworld heette hier. En Wolters zet Go Ahead op voorsprong. De ploeg dus tegenwoordig van Hans de Koning. Tenden. Bal naar de buitenkant. Wolters, goede voorzet. En dan Leon de Kogel. Zijn 20e van het seizoen. En hij scoort dus tegen zijn oude club. Weer zo'n voorzet die voor het doel langs gaat. En zo leidt Go Ahead nadat het dus al heel vroeg achter kwam. Van Amersfoort dan. Het is bijna rust. Kwasten mee naar voren. En dan een wat onhandige overtreding daar van Derre Maatsen. De bal gaat op de stip. Maatsen geel. Het is wat zwaar, maar ook de enige terechte en logische consequentie van de actie van aanvaller Derre Maatsen. En vanaf 11 meter scoort Ricardo Kip opnieuw. Speler uit de jeugd van Ajax. Voetbalde eerder voor FC Zoetermeer. En wordt steeds belangrijker. Oeh, dat zijn nog eens lekkere plekken, zeg hij, om een wedstrijd te volgen. En het is zeker een hele mooie wedstrijd. Met 5 doelpunten dus al in de eerste helft alleen. Dan hier Hens. Ja, het duurt wat lang voordat Kamphuis het signaal doorkrijgt van zijn grensrechter. Maar dan maakt Nieuwpoort Hens. Met die linkerhand naar de bal toe. En ook hier past maar 1 sanctie. De Kogel dan. Kan hij de wedstrijd beslissen? Nee! Want Etemadi stopt die inzet van zijn voormalig ploeggenoot Leon de Kogel. En dus nog altijd hoop voor de ploeg van Jack de Gier. Almere dat eigenlijk punten nodig heeft. Wil het meedoen in die play-off series. In de plaatsing daarvoor. Maar daar is de 2-4. Het is Tije Tenden. Wat een heerlijke aanval, zeg. De Kogel komt door. Tenden scoort. Tenden die deze week zijn contract verlengde tot 2017. En dan lijkt de overwinning veilig voor Go Ahead. Met nog 10 minuten te gaan. En die 4-2 voorsprong. Maar het spektakel is nog altijd niet voorbij. Want hier komt de hoekschop voor de thuisploeg. Teruggekopt en dan staat daar helemaal vrij Pablo Rosario. De onder 19 international. En die brengt dan de spanning toch weer terug. 3-4.
Ja, deze is wel heel makkelijk. En dan krijgen we toch nog een paar sensationele slotminuten. Maats hier buitenspel. Daar is gefloten, maar hij speelt die bal dan nog. En Kamphuis geeft hier geel voor. En dat is zijn tweede gele kaart. Wegwezen. Go Ahead is met 10 man. En Etemadi mee naar voren. In de extra tijd. Met hier nog een vrije trap. Anach. Smeida. De 4-4 zeg. Bal nog geraakt daar. En dan komt er ook nog een hoekschop. Hij blijft nog rustig. Zit er nog een punt in voor Almere. De laatste kans van de wedstrijd. Appel voor Hens. En Kamphuis fluit dan, maar fluit voor het einde. Zo wint Go Ahead dit spectaculaire duel met 4-3.